Trainersvisie 12, Bert. Zaterdagavond nog genoten op het bierfeest? Ja, is mooi hè. Zoveel vrijwilligers die meehelpen om alle leden een mooie avond te geven. Wat dat betreft kon je toch een beetje de smaak van de 0-0 wegspoelen. Nou, de DVS-TV was er ook bij. Je kunt het misschien nog een beetje ruiken aan die plopkap of valt het mee? Nee, valt mee inderdaad, ja. Okay. Ja. Hey, even terug naar zaterdagmiddag. Je gaf aan dat je alles wilde behalve verliezen. Nog steeds tevreden met het behaalde punt? Ja, nou, dat is een beetje uit zijn context getrokken natuurlijk. Je gaat de wedstrijd altijd in om te winnen. En dat hebben we ook nu gedaan natuurlijk. Thuiswedstrijden moet je altijd winnen, heb ik ook gezegd. Daar ga je ook voor. Maar als een wedstrijd zich zo ontwikkelt dat je niet meer kan winnen, omdat of de tegenstander dominanter wordt, hè, en dat je in de problemen komt, ja, dan moet je geen moeilijke keuze maken van ja, als er niet in zit vandaag, moet je in ieder geval zorgen dat je niet verliest. Dus zo is het gegaan. Okay. Duidelijk. Soms heeft die krant het net iets anders, hè? Oh nee, misschien heb ik het zaterdag zo gezegd, maar niet zo bedoeld in ieder geval. Dus het is mooi dat ik het nu even recht kan zetten. Okay, heel goed. Inmiddels op 1/3 van de competitie op dit moment, op de achterplaats. Wat is je verwachting en je doelstelling voor de rest van het seizoen? Nee, dat blijft gewoon bij de top 5 meedraaien. We hebben wedstrijden goed voetbal laten zien. We hebben wedstrijden op het einde nog verloren. Dus wat dat betreft, als we dat soort zaken eruit kunnen gaan krijgen, dat we het goede voetbal. Want ik heb zaterdag weer eindelijk weer wat aanvallen gezien middels goed voetbal. Als we dat door weten te trekken naar de komende weken, dan wordt het met ons weer zeker rekening gehouden. Heb je het idee dat alle spelers met vertrouwen spelen op dit moment? Ja, anders zou ik ze niet opstellen. Dat is een duidelijk antwoord. Met welke insteek ga je aanstaande zaterdag naar Volendam? Nou ja, goed. Wat ik net al aangaf, we gaan ons spel verder ontwikkelen. En dat zal tegen Volendam weer een mooie kans zijn om te kijken van hoe dat proces gaat. Je weet ook van Volendam natuurlijk dat het een goed voetballende ploeg is wat dat betreft. Dus ik denk dat je twee teams zal zien die veel aandacht aan het spel op zich besteden. Alleen moet er bij ons nu meer gaan resulteren in een goed lopende eindfase, zeg maar. En daar hebben we nog huiswerk in. Ja, want het is een directe concurrent natuurlijk, Volendam. Ja, ook nog. Maar als je te veel nu al met de stand bezig gaat zijn, dan sla je dingen over. En dat is niet handig. Je moet bezig zijn met je team verbeteren. En als je je team verbetert, zullen uiteindelijk ook de resultaten beter worden. Nou, dan wensen we je daar heel veel succes mee. Dankjewel. We'll be right back.